Cadeautjes krijgen bij je bestelling, dat kan natuurlijk. Want met deze bestelling krijgt hij maar liefst heel veel cadeautjes. En dat is al gauw voor 50 euro aan cadeautjes als je zo'n bestelling plaatst. En omdat Matthias dus zo belachelijk veel bestelt, ga ik hem even voor jullie inpakken. Want in België weten ze dus echt wat snoep is. Want dit zijn echt alleen maar kiloverpakkingen. En ik weet dus niet of Matthias een winkeltje heeft of dat hij zo onwijs gek is op snoep. Het is in ieder geval bizar veel. Ik ga gauw door met deze Dracula Chiefs. En zoals je ziet heeft Matthias niet alleen zoete snoep, maar ook deze zure strawberry bottles. En voor zijn bestelling heb ik dus een mega doos gepakt, want anders gaat het allemaal niet passen. Nog de Sugared Mystery Mix, ook een kilo. De populairste mix kan natuurlijk niet ontbreken, de Cola Cherry Mix. En natuurlijk ook de Cola Cherry Bottles, maar dan de zure variant, samen met een kilootje kersen. Strawberry Bites, ook een kilo. En de doos zit dus al voor de helft vol met alleen maar kilo verpakkingen. De Sweet and Sour Mix. En dit is dus eigenlijk een mini mixje. En wat dat is elke keer verschillend. Zure matjes mystery. En dan is het tijd voor alle cadeautjes die hij ontvangt. En het mooie van deze cadeautjes is ook dat jij zelf uit kunt zoeken welk cadeautje jij wilt. Zo heeft Matthias gekozen voor deze zure matjes bundel. En dit is de original. Dit zijn eigenlijk dus de originele smaken van een zure matje. Maar daarnaast hebben wij ook de exotic versie. En die heeft Matthias ook gekozen. En hier zie je dus allemaal dubbele smaken. Zoals deze bubblegum. Of de Cola Lemon. En zo krijgt hij dus in totaal 2 bundels. Maar dat is niet alles. Hij heeft ook gekozen voor een blikje Red Bull. En deze Nerds Gummy Clusters. En ook nog voor een heel setje Bomba's. En dit zijn dus 6 verschillende smaken. Met een soort energiedrankje. En dit komt helemaal uit Oostenrijk. Als dit geen goed begin is van je weekend, dan weet ik het ook niet meer. Veel plezier met je bestelling.